Wat een rotzooi, hè? Ik zie dat mijn broer vast staat in de sneeuw. Hey. Piep, 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 ik kan lekker voor lul staan. Heel goed vaststaan, Geert. Ja, niet, nou, dat zal jij erg vinden dat ik eruit val. Programma Wie van de Drie. Zoek de verschillen. Wat is het probleem? Hij is alleen geworden. Niet alleen mijn buik is gegroeid. Hallo, nou ja, mijn naam is Gerard Joling. Leuk dat jullie weer met z'n allen kijken naar mijn nieuwe vlog. Nou, we hebben van de week alles gedaan. Het was paardrijden, het was schaatsen, het was thuis een borreltje drinken, het was gezellig wandelen, het was ertessoep eten. Wat hebben we niet gedaan? Echt een winterstafereel, ongelooflijk leuk. Ik hoop dat jullie leuke dingen kunnen vinden op mijn nieuwe vlog. Het is gek als ik dit zie met z'n speelde ik vroeger als kind, jongen. Het is toch fantastisch. Ook glijbanen hiervoor. Ja, we zijn nu jaren verder. Ik heb een bloemetje te brengen bij moeder Jannie, als ze thuis is. Ze ligt op de bank. Ik heb een slaatje meegenomen met filet, dat vindt ze lekker. Ja, ik me wel een beetje zorgen. Hoi Jannie. Ik heb alleen een slaatje mee als filet. Hallo. Wat is dat? Een slaatje gewoon mee en ik heb lekker filet mee. Nou, ja. En een mooi bloemetje gekregen van de vriendenloterij. Nou, dat is mooi voor mijn moeder. Oh. Hoef ik ook geen bloemen te kopen. Kijk eens, wat een mooi boeketje. Nou, zeker. Is toch hartstikke leuk? Leuk hoor. Ik zal ze even in het water zetten, mam. Ja. Ga maar lekker zitten. Gaan we regelen. Wat een rotzooi, hè? Ja. Lekker frisse lucht, vind je? Ja. Oh, koud. Het is net alsof je een glas te koude, hoe heet dat, heb gedronken. Een milkshake, dat is zo naar je hoofd stijgt. Lekker hè? Waarom doe ik dit allemaal? Idioot. Ik zie dat mijn broer vast staat in de sneeuw. Dan mogen jullie even duwen. Die indruk had ik al een beetje. Ik film hem wel. Nee, jij duw ook. Sta je echt vast? Ja, hij komt niet meer naar achteren. Nou. Dat is net even te veel. Wat een armoede. Kijk uit voor die auto's, hè. Tadaa! Oh, sorry. Zo de fietsroef. Bijna fietsen dood, maar dat is. Hier hebben we de fiets erop. Ongelooflijk dit. Je buik. Ja, dat snap ik. Zo. Even wat bedacht voor me. Nou, toch. Gewoon zo. En dan piep, piep, piep. Tuurlijk, Len. Dat doen we toch? Yeah! Ja, joh. Piep, piep, piep. Ik kan lekker voor lul staan. Tegen welk muurtje wil je het gaan doen? Daar zo. Oké. Okay. Had ik toch als man van 60 dit nog allemaal doe? Met mijn jeugdige lichaam en mijn voortreffelijke uiterlijk. Dank u, hè. Jeugdige lichaam. Nou. Wel goed vaststaan, Geert. Ja, nou, dat zal jij erg vinden dat ik eruit val. Maar dat vind je niet leuk, hoor. Nee, niet leuk, maar het gaat wel gebeuren. Waarom doe je dit, Gerard? Omdat ik piep piep niet tegen de muur aan wil rijden. Cheerio. Maar waarvoor is dit? TikTok! Piep. Piep, 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 ja gas, piep, naar achterin, piep, 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 piep. Oh. Hebben we dit? Ja, ik heb net ook nog een TikTokje in de auto opgenomen. Dat schijnt er weer helemaal hot te zijn of zo. Eigenlijk denk ik, waarom doe ik het? Maar ja, dan krijg ik zulke leuke reacties. En dan denk ik, nee, als ik daar iedereen mee kan plezieren met deze gekkigheid, dan ga ik maar mee met deze idioterie. Maar het is wel hartstikke leuk. Jeetje, een uur en drie kwartier rijden. Wat
Ja, heb je geen stallen in de Rijswijk dan? Ja, maar hier, hier is mijn beestenstal. Hier is allemaal mooier. Programma Wie van de Drie. Zoek de verschillen. Dit zijn geen paarden. Kan zeggen wie van, de vier? Zoek de verschillen. Hey. Leuk, hè? Ben je een lievertje? Nee. En jij bent ook zo'n schatje. Ja. Wat heerlijk, ja. Bijt je straks in mijn gezicht. Je kan er nooit schatten. Ze zijn best redelijk aanhaalbaar, maar voor 2-jarigen. Kijk, Samantha. Ik zou eventjes langs de tandarts gaan als ik jou was. Parlez-vous français? Daar mag jij straks op, Geert. Dat is het enige geheim dat jou kan houden. Goed zitvlak. Kijk eens. Ja, als je daar al vanaf valt, weet ik het ook niet meer. Kijk, dan die is nog groter voor me. Ook zo aaibaar ook, joh. Nog één, nog groter. Jezus, wat zit, joh. Jeetje. Kijk dan. Dit zijn net van die dikbosdieren bijna, die figuren. Wat een groot dier, hè. Een tweede Gerard. Hoe doet dit trouwens, man? Het vlakje moet aan de voorkant. Ja, dat is je. Ja. Ik snap ook helemaal niks van jij. Dit komt naar buiten. Nou, voor ja, dat is aan die kant. Ja, ja, maar gek. Jawel, sorry. Kijk, nee, doe niet goed. Alles op de hand. Ik ga ook even mijn paard pakken. Ja, het zal een hobbelpaard worden. Hebben ze wel een cap in jouw maat, of niet? Wat is het probleem? Hij is niet alleen geworden. Niet alleen mijn buik is gegroeid. Dat is de katen. Mag je alleen nooit zeggen ja. Zeg ja. Nee. Zeg het als je erop zit. Als hij zegt, Gerard, zeg jij nee. Als hij zegt, ja. Dat kan nou, joh. Nee, echt. Dat is het enige nadeel. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Maar dat is heel goed. Dat hoop je ook dat hij misstapt? Ja, ik zou het wel grappig vinden. Nee, je moet nou serieus zaken zien. Kijk eens even. Kijk uit je hoofd. Ja, moet een straat op groeien. Oh. Kijk hem eens gaan, man. Hier op de dijk bij Sint-Jacobsparochie en we glijden van de dijk af aan nog snelweg. Nou, het is echt werkelijk om te gieren. Wat een topdag. Het was aan de Costa del Sol. Daar sloeg mijn hartje op hol. Hij speelde op zijn gitaar. En zong mijn hand door mijn haar. Kom naar Syria. Is wel
Dan zing met me mee. Echt, het is echt, alles doet me zeer. Mijn rug, mijn onderrug, mijn benen van het paardrijden. Ik ben toen van die dijk afgegleden. Het is echt van mijn flanken tot mijn kuiten. Ik heb net 2 paracetamol genomen en ik ben dik ook. Overal waar ik me terug zie, denk ik, och, ik walg van mezelf. Echt, ik meen het echt. Ik ga echt lijn. Ik ga vandaag beginnen. Ik moet 15 kilo af. Had jij nog appeltaart, zei je? Ja, dat komt hoor. Wel drie keer, maar dat doet niet. Ik moet janken. Afwezig. En zoals je weet ben ik ook te volgen via Instagram, Instagram Story, Twitter, Facebook. Ik zou zeggen, geniet ervan. Hartstikke bedankt voor de toffe reacties en groetjes van Geer. Bye!